Protestant Music Hall brengt Chaplin the Musical naar Nederland en België. Vanmiddag bezoeken wij de voorstelling over de beroemde Engelse acteur, componist en komiek in het Rai Theater in Amsterdam. De voorstelling ging vandaag goed. We zijn tevreden, want we zijn vrij kritische mensen. Dus we analyseren het iedere keer na het eerste deel. Dan zeggen we van, ja, het gaat goed. Of van daar en daar zat er iets mis. En we kwamen van toneel en we hadden zoiets van, het klopte allemaal. Er zat een goede flow in en we waren heel tevreden. Ja, wat niet eigenlijk. Nee, ik hou enorm van Chaplin. Ik heb thuis eigenlijk bijna alle dvd's. Ik heb zijn biografie ooit gelezen. Ik moet zeggen, ik hou sowieso heel erg van biografische stukken. Ik vind dat heel fijn als het over een echt iemand gaat. En ik heb ooit zijn biografie gelezen en toen zag ik de auditieoproep voor Chaplin the Musical. En toen dacht ik in eerste instantie, wat gek eigenlijk dat dat stuk niet al lang gemaakt is. Ik vond het ineens zo onterecht dat het eigenlijk niet al lang bestond. Ik dacht, hè? Ja, er moet een stuk komen over die man. Natuurlijk bestaat er een speelfilm en zo, maar zelfs die is volgens mij geflopt. Toen zag ik dat een van de personages Hannah Chaplin was, zijn moeder. En die heeft mij in zijn biografie heel erg aangegrepen, hoe hij over haar praat. Dus ja, toen ben ik heel doelgericht naartoe gegaan. En toen heb ik gewoon gezegd, ik kom voor die rol en voor niks anders. Eigenlijk zo ging het. Oh, wat vond ik het leukste aan deze productie? Ik denk de groep. Daar komt het wel vaker op neer. Maar ja, de groep, de cast vooral de cast bij elkaar is echt... Ja, dat is waanzinnig. Ik heb niet vaak meegemaakt dat het zo'n hechte club was. Ik bedoel, altijd wel leuk, maar dit is echt een hele bijzondere groep mensen. Ja, om in de rol van Charlie Chaplin te kruipen is het best pittig. In die zin dat hij gewoon een waanzinnig gevoel voor timing heeft. Hij is klein, hij is lenig, hij is vinnig. En dat heb je allemaal moeten overnemen. En dat is best pittig om hem... Ik ga zelfs niet zeggen om hem te kopiëren, maar om hem nog maar te benaderen, zeg maar. Dus ja, dat is pittig. Wat maakt het zo leuk om te spelen? Omdat het de bitch is van het ding. Het heeft heel veel energie. Alles wat ik doe is heel energiek. En dan krijg je zelf heel veel energie terug. En sowieso om degene te spelen die alles doet kelderen, die alles naar beneden doet gaan, is ontzettend leuk. Ik vind de bitch altijd heerlijk om te spelen. Nou, ik heb deze auditie voor deze rol heb ik gedaan omdat ik een ongelofelijke Chaplin-fan ben. Ik heb ook al die films van Max Sennett, zo het begin, de beginfilms van Charlie Chaplin, die heb ik thuis. En dat was al heel veel. En voor deze ingelezen, ik heb jaren geleden al de Chaplin biografie gelezen. En nu ook weer wat gelezen over Max Sennett, ja. Heel veel filmpjes kijken. Het voordeel is dat tegenwoordig alles op YouTube te vinden is. Dus Helen Mirren had ooit die rol gespeeld, heel mooi. Dus daar heb ik heel veel naar gekeken. Ook de houding van die vrouw en de manier waarop haar hoed haar machtssymbool was, vond ik heel interessant om te zien. En dan ook als je de kledij eenmaal aan hebt, dat ouwelijke en heel erg ingeslotene, dan creëert dat ook een heel ander soort van lopen en manier van doen. Dus dat helpt. De meest gewilde rol. Ik sta er niet bij stil. Ik hoorde dat Chaplin the Musical ging komen en ik had meteen zoiets van, wacht even. Dat is misschien wel interessant, want komisch, daar hou ik wel van. En dan zingen. En ik wist zo niet meteen wat het allemaal in zou houden. Ik heb gewoon auditie gedaan. Die hebben lang geduurd, 5 weken. We hebben 5 rondes gedaan. Om te kijken, kan hij ook de oude Chaplin spelen. En het is allemaal goed gegaan. Ik vind het heel fijn om haar hele proces te mogen spelen. Haar...
ziektebeeld ook wel. Maar ook in het begin, wat ik heel fijn vind, is dat zij eigenlijk degene is, en dat zegt hij ook in zijn biografie, die hem leert om echt naar mensen te kijken. En niet alleen maar de buitenkant te imiteren, maar om echt te kijken van wat is er aan de hand en een verhaal erbij te verzinnen. En dus ik heb een hele, ja, het is eigenlijk een hele fijne rol. Ik mag het hele eerste gedeelte van het stuk, mag ik gewoon echt als de moeder die ik zelf zou willen zijn, met hem toneel spelen en hem leren en hem onderwijzen. En ze hadden niks, ze hadden eigenlijk geen geld, want ze was een vaudeville-actrice, maar dat was in die tijd, had je criminelen en daarna kwamen de vaudeville-artiesten, weet je wel. Dus ja, dus met weinig wist zij haar twee kinderen ook te entertainen. Ze speelde altijd toneel voor haar twee kinderen. Dat schrijft zij ook in zijn biografie. Dus ik ben heel blij dat dat erin zit. En wat ik heel fijn vind is dat er later dus ook een aantal scènes zijn waarin ze echt niet bang zijn om Hannah Chaplin te laten zien als ja, de geknakte vrouw die het uiteindelijk is geworden. Terwijl zijn succes groter en groter werd. Werd zij kleiner en kleiner eigenlijk. En ja, dat soort dingen zijn afschuwelijk in het echte leven, maar heel fijn in het theater. Het meest ontroerende moment is als Nordin op het einde zijn solo doet, als alles zeg maar afgerond is en hij blikt terug op zijn leven. Dat vind ik een heel mooi moment. Ook de manier waarop als de reis gemaakt is met het publiek, waarop het publiek mee dat leven heeft beleefd en dus mee ook kan terugkijken. Dan sta ik altijd in de coulissen en dan heb ik altijd nog een kippenvel moment. Ja, dat vind ik heel mooi. Oh, waarom moeten andere mensen naar de voorstelling kijken? Ik ben al heel blij als er iemand na de voorstelling zegt, potdikkie, van zeg maar jouw generatie of mijn generatie, want ik ben ook niet van de generatie die Chaplin zou moeten kennen. Maar ik zou het al heel fijn vinden als iemand denkt, potdikkie, ik ga een film van Charlie Chaplin bekijken als ik thuis ben. Staat allemaal op YouTube. Er zijn zoveel factoren waarom de mensen dit zouden moeten zien. Omdat het gewoon nog eens een goede, authentieke musical is zoals musical zou moeten zijn. We hebben 15 man orkest, er staat 22 man, echt zeer goede mensen op toneel. En we brengen een waanzinnig mooi verhaal met een waanzinnig mooie muziek, met een waanzinnig mooi decor. En ik denk dat mensen verrast gaan zijn. Ik snap dat het een drempel is, want mensen weten niet wat ze kunnen verwachten van Chaplin. Maar de mensen die buiten komen zijn echt heel enthousiast. Dus het zou fijn zijn als we de kans krijgen om dit aan meerdere mensen te laten zien. Ik denk dat als je überhaupt van theater houdt, dan is Chaplin al een personage waarvan ik vind dat je die gewoon moet kennen. Dat is een stuk geschiedenis wat heel belangrijk is geweest voor film en theater ook wel. Het was een heel theatraal iemand. Hij schreef ook al zijn muziek zelf. Hè? Hij componeerde. Dus dat alleen al. Ik denk dat dit een heel fijn stuk is waarin je net genoeg informatie krijgt om echt het gevoel te hebben dat je een stuk, een echte documentatie hebt gezien. Dus dat je echt iets te weten bent gekomen over hem. Het is niet te veel, dus het is ook niet zo dat je naar een documentaire hebt zitten kijken, bij wijze van spreken. Het is ook wel echt theater. En ik vind het ook heel fijn dat deze voorstelling, als je van de theater voor een musical houdt, dan ga je dit mooi vinden. Want het is musical puur zang. Het is muzikaal, heel fijn, echt een ode aan de oude Hollywoodfilms. Ze zijn niet angstig geweest om fijne, lyrische stukken te schrijven die ook gewoon heel fijn ergens naartoe leiden, zeg maar. Ik denk dat als je oprecht van musical houdt, dan ga je dit een mooi stuk vinden. Omdat het voor iedereen iets in zit wat leuk is. Mensen moeten de musical gaan bekijken omdat er heel mooi en heel authentiek gekeken wordt naar musical genre in het algemeen. Dus naar het acteren, het dansen en het zingen. Het is nog eens echt terug naar vroeger. De beelden zijn prachtig. Het is heel filmisch. En natuurlijk iedereen die erin zit, van techniek tot cast tot regisseur, iedereen is top en geeft elke keer als ze op het toneel staan echt 120%. En dat is heel mooi om te zien.